mijn naam is Denise. Leuk dat je kijkt. In deze video ga ik een onderzoek maken welke jij thuis eenvoudig zelf kunt doen. Kijk je mee? Wat hebben we nodig? Een nagelfijl, de top- en basecoat van Catrice, sponsjes, de Nail Polish Corrector Pen en de Express Dry Drops. Verder gebruik ik de kleuren nummer 3 Perfection en nummer 4 Simplicity uit de Catrice Pure Nail Polish lijn. Ik begin met het veilen van mijn nagels. Het makkelijkste is om hierbij de natuurlijke vorm van je nagels te volgen. Glijd als het ware langs de nagels, beweeg langzaam van links naar rechts en van rechts naar links. Wanneer je rechts bent en je dus met links gaat veilen, veil je van jezelf af. We gaan lakken. Je begint met een basecoat. Deze is om verkleuring van je natuurlijke nagels te voorkomen. En voor een mooi behoud van de lak. Laat deze ongeveer 1 minuut drogen. Vervolgens lak je met nummer 3 Perfection alle 10 je vingers. 1 laagje. Werk vooral niet te dik. Pak de spons erbij en breng hier vervolgens een niet al te dikke laag nagellak op aan. Van dezelfde kleur waar je net je nagels mee hebt gelakt. Pak de tweede kleur erbij en trek hier ook een streep mee op de spons. Zorg ervoor dat de kleuren mooi overlopen. Nadat je de nagels ongeveer 3 minuten hebt laten drogen, begin je voorzichtig te deppen met de spons op de uiteinden van de nagels. Let op, druk niet te hard. Herhaal deze stap net zo vaak totdat je een mooie geblende look hebt. Meestal lukt dit in 3 of 4 keer. Maak je tussendoor een foutje? Corrigeer dan met de corrector pen. Tussen elke laag door laat je de lak 3 minuten drogen. De lak is vaak niet direct helemaal glad. No worries, dit corrigeren we met de topcoat. Versnel het droogproces eventueel met een express dry drop. Druppel deze over elke nagel en verkort het droogproces tot ongeveer 60 seconden. Leuk dat je keek! Vergeet natuurlijk niet te liken en te abonneren. Heb je nog vragen? Laat ze achter in de comments. Veel succes!